Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. We spelen vandaag de thuiswedstrijd in de beker tegen Ajax. We spelen dus alweer tegen Ajax. Volgens mij 2 wedstrijden geleden of zo ook al. 3, zoiets. Ik weet niet precies. En nu dus weer niet thuis. En nu met B-elftal. Want het eerste elftal was nog een beetje vermoeid na de wedstrijd tegen Zwolle. Dus vandaag het B-elftal. Wat inhoudt dat Dolberg gewoon tegen zijn oude club kan gaan scoren. Kan. Hij gaat gewoon scoren. Ik weet het zeker. Gaat gewoon gebeuren. Let op mijn woorden. Hier heeft hij de bal al. Sterk. Dembele, goed aan de bal gebleven jongen. Vroeger laagde hij die nog wel eens kwijt. Maar nu nog een goede voortzetting. Daar zit al vooruitgang in, zo is het ook. Positief blijven, belangrijk. Maar goed, we kunnen dus doorbekeren, dat zou wel fijn zijn. Al is het ook geen ramp als je eruit vliegt. Tenzij tegen Ajax is, dat is wel een ramp natuurlijk. Op de Smet hebben. Lekker jongen, nog een keer. Jammer. Te veel tegenstanders om aan de bal te komen. Ik ben tot nu toe wel redelijk tevreden over mijn B-elftal. Het gaat de laatste wedstrijden wat beter. Dolberg zit ook wat beter in zijn vel. Het is ook wat beter geworden door trainingen en zo. En, dat had ik nog niet verteld. Otavio is weer terug. Had nog een pleistertje bij zijn naam staan, maar ik denk, laat hem gewoon spelen. Rob de Smet, sterk zijn. Ja, goed zo. Had nog een pleistertje bij zijn naam staan, zoals ik al zei, maar ik denk, laat hem gewoon spelen. Mocht het niet gaan, dan kunnen we hem er altijd weer uithalen, maar komt vast goed. Kut. Weer de bal kwijt. Kom jongens. Schuurman. Dembele diep. Bal uit. Wat gaan we doen? Schuurman. En Didi. Nieuwkoop. Smet, ga dat diep jongen. Jongen. Jullie kunnen zo richting het doel lopen. Wat doe je? Loop je terug. Echt verschrikkelijk vind ik het af en toe. Die spelers gaan zo domme dingen doen. What we've got early in the competition is a really cracking cup tie here. Oh, be honest. Great rivals. And the manager, very bullish, I thought, in his press conference. Trying to raise the morale of his players. You're a little suspicious sometimes when a manager acts in that way. You wonder what's going on in the dressing room. For my, yeah, for my. He's trying to turn that around in his favour. Dembele. Kop jongens, wat gaan we... Dolberg gaat in de spits lopen man, wat doe je hier? Vind je het gek dat ik niet vooruit kan voetballen? Ja, Nieuwkoop, geef eens een goede voorzet jongen, ja die is voor de kutkeeper. Dat dacht ik alweer. Met zijn 1,53 die wint de kop wel natuurlijk nooit. Zelfs wel Jonas tegenover hem staan. Zo, ik weet niet wat Ajax allemaal doen. Hè. Lekker mullen. Heerlijk. Nou, Otavio, ruimte voor jou. Kom op. Nee, jammer. Well, it normally does, doesn't it? And I always used to like it because it quite often meant you got a few more chances in the box with the bounce of the ball and what have you. Into the attacking third. Zie je, op snelheid. Altijd ook passen met die gozer. Just look at the passing. Good football between these two. Nice passing.
Nou, het is nog niet erg vlot vandaag. Ik had de vorige wedstrijd tegen Zwolle niet moeten zeggen dat ik dacht dat ik mijn vorm aardig te pakken had. Want sindsdien, tegen Zwolle was het ook kut en vandaag is het nou ook niet best. Nu dan. Opnieuw koop. Dolberg. Halen jongen. Shit. Corner. Otavio. Goeie corner. Nee. Shit. Ook weer niet. Woudenberg dan. Blijf van die bal af. Zo mij. Ja. Kut scheids. Laten we nog even doorspelen joh. Ik ben toch in de aanval. Dan moet het de tweede helft maar gebeuren jongens, iets aanvallende, misschien helpt dat. Jawel. Jezus, houdt hem nog binnen ook. Ajax onto the attack again. Attack was looking good. Now the opposition have a chance. Ja, Dembele, dan moet je eens diep lopen, man. Dan kan ik je die bal geven. Je moet maar blijven staan. Shit. Zo, die wist ook niet dat hij ermee moest. Die denkt, schiet hem maar lekker de tribune in. Nou, nu een goede voorzet. Ja! Yes! Oh, wat een heerlijke kopbal. Dembele. 1-0. Goeie voorzet. En wat een kopbal, jongens. Kanonskogel. Die gozer kan wel koppen, heb ik het idee. Volgens mij heeft hij al eerder gescoord. Ja, dat is Lenen. Ja, ja, ja. We staan 1-0 voor. Daar wordt het beter van. Dat is toch mijn woorden. Hey, scheids. Ingrijpen. Italië moet je sowieso. Moet je sowieso wat mee doen. Ja, dan komen we er niet uit. An hour gone here, and still 30 minutes left. Op jongens. The attack now from Ajax. Oppassen nu. That's a good spot by the defender. And they've cut it out. Goed bezig. Wat een vrijheid, Schuurman. Wat een vrijheid. Dat moet hem toch worden zeker. Nee. Schuurman, vuile paardenlul. Lekker mul, heerlijk. Eens even kijken wie we kunnen wisselen, want zo kan het niet langer natuurlijk. Ik zet Fosu Mensah erin. Ik zet Elan Kouriers op 10. En daar laten we het voorlopig even bij. Oh, jammer. Possession isn't everything in football. You can have considerably less and still win, but at the moment neither side dominating the use of the ball.
Oh, wat zonde dat die laatste paas nou net niet aankomt. Dan had toch een wereldgoal kunnen worden. Ja, had je er nog in moeten schieten natuurlijk, maar... Dat had op zich gekund, zeg maar, als je op die positie staat. Tenzij je Schuurman eet, dan wordt het lastiger. Maar... Die had er wat meer moeite mee net. Ja, duidelijk. Metes. Ja, de Bailey is toch nog half te pitten, jongen. Nou, nu dan. Hop, 2-0. En Didi scoort. Ja. Was ik niet te missen. Zo is het ook. Hij scoort wel. 2-0. Goede actie wel van Den Belo, hoor. Dan had hij voor mij wel iets eerder van start mogen gaan. Dan had hij volgens mij gewoon zelf het doel af kunnen rennen. Maar goed, zo kan het ook. 2-0. Ah, shit, corner tegen. Dat haat ik. Ik wil niet weer een doelpunt tegen krijgen met de vorige keer. Toen had ik ook 2-0 voor en toen was het bam, 2-1. Nu nog even niet. Wie wil de bal? Niet allemaal tegelijk, jongens. Voor de keeper. Nou, ook dat. Jongen, die had je er toch wel even langs kunnen spelen, Woudenberg. Ja, Tavio is ook nog niet wakker. Hey, scheids. Kom op. Tolberg. Oh, jammer. Oh, wat jammer. Wel een corner nog. Die is even de klote keeper natuurlijk. Wat Mulder trucje. Oh. Jammer. Oh, we hebben wel lekker 2-0 gewonnen van Ajax. Ah. Den Belen man of the match, denk ik. Nee, en Didi man of the match. Jongens, moet niet gekker worden hier. Alan Koury heeft een assist. En Woudenberg, oh ja, Woudenberg was het. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we toch wel tevreden mogen zijn. We zijn in ieder geval weer een ronde verder in de beker. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.